Goedenavond allemaal. Het Europees kampioenschap voetbal voor landenploegen, dat in juni in West-Duitsland zal worden gespeeld, begint zo langzamerhand tot leven te komen bij de fans. Er wordt volop geoefend door de landen die geplaatst hebben voor dat toernooi in West-Duitsland. Bijvoorbeeld vanavond tussen Engeland en Nederland wordt er gespeeld. Daar gaan we straks naar kijken. Een andere tegenstander van Nederland in West-Duitsland straks is Ierland. Ook Ierland speelde vandaag vriendschappelijk een oefenwedstrijd tegen de Roemenen. De Ieren wonnen met 2 tegen 0. Daarbij moet gezegd worden dat het Roemeense elftal nogal verzwakt was. Omdat de speler van Stjoua Boekarest niet van de partij konden zijn. Dan wordt er ook nog gevoetbald in het kader van het Europees kampioenschap voor landenploegen, voor de jong oranje ploegen zeg maar, onder de 21 jaar. Nederland speelde vanavond in het Stadion in Utrecht tegen Spanje. De uitwedstrijd was door Nederland destijds al met 0-1 winnend afgesloten. Vanavond was het na 90 minuten speeltijd 1-0 voor de Spanjaarden en dus moest er verlengd worden. En in die verlenging won Nederland, door doelpunten van John van Loen en Erik Fiscaal, met 2-1. Dat betekent dat de Nederlandse jeugd zich heeft geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. En in die halve finale zullen ze moeten spelen tegen de winnaar van de ontmoeting tussen jong Tsjechoslowakije en jong Griekenland. Dit even die ster introductie op de dingen die gaan komen vanuit het Wembley Stadium in Londen, de vriendschappelijke wedstrijd tussen Engeland en Nederland. We gaan over naar Londen.